belang van het congres is om bijgepraat te worden over de actualiteit. We zien dat privacy aan de orde van de dag is. Ja, wat ik verder heel interessant vind, met name aan dit congres, is dat er vele branches komen. En dat biedt de mogelijkheid om naar oplossingen te zoeken die ook in andere branches worden gebruikt. En dat geeft vaak meteen oplossingen die je meteen de volgende dag kan toepassen. Privacy security is heel erg hot op dit moment, mede vanwege het feit dat er natuurlijk een nieuwe algemene verordening onlangs is aangenomen. Dat zorgt ervoor dat we de boetes significant verhoogd zijn. Het feit dat de toezichthouders nu meer tanden krijgen en boetes kunnen uitdelen, dat maakt met name dat bedrijven geïnteresseerd zijn in privacy en security experts op dit moment. En ook de vacaturemarkt is zeer bloeiend, zou je kunnen zeggen. We gaan richting een verzorgingscontext waar we op persoonlijk niveau medicijnen gaan ontwikkelen. We kunnen behandelingsschema's uitwerken op persoonlijk niveau. En dan vind ik het heel belangrijk dat we als bedrijfsleven zo transparant mogelijk zijn over waarom we die gegevens verzamelen, wat we met die gegevens doen en vooral ook wat de waarde uiteindelijk is voor de klant. Het belang van de Privacy Awards is het privacy ook als positief instrument voor het bedrijfsleven naar voren brengen. En je kan natuurlijk zeggen wie doet het niet goed, maar wij kiezen graag voor de mensen die het wel goed doen. Het is voor ons een bevestiging van waar we echt al tijden mee bezig geweest zijn. Dus ik ben blij dat we begonnen hebben met de ID-koffer.